Nou wordt er nog hard werken, maar van 27 tot en met 29 september is het grutfeest op en rondom het Zeiland. Strittheater, DJ's, speciale tochten door de stad, voor Elsenien is er wel wat. De sneuntjoens is de officiële opening. Hoe dat eruit komt te zien is nog geheim. Het publiek kan in elk geval rekken je op een spectaculair optreden. Muzikaal sfeergewicht Kike Man en zijn hip-hop orkest zullen dan de muziek verzwaargen. We willen natuurlijk reclame maken voor het plein zelf. Wij willen dat er meer bezoekers komen naar het Zeiland, naar het Wilhelminaplein. De ondernemers die hier zitten, die hebben natuurlijk veel wat moeilijke jaren in de hand. Midden in de bouwput hebben ze opereren moeten. En het wordt nou tijd dat we iedereen vertellen dat ze weer welkom zijn in Ljouwert. Het zorgt er nou uit dat het nieuwe Zeiland op tijd opleveren wordt. En dat alweer binnen het budget. Ook dat wie reden voor de gemeente Ljouwert om er eens flink uit te pakken. Voor het hele feest is €1.250.000 beschikbaar. Op het tongensseizoen 20 staat in teken van de studenten. Daar bloeken we de noordelijke eigen in. Dan hebben we een zwijveren, jongens. Dan hebben we DJ's, dus dat zit in teken van dance. De vletenmiddels is eerder een cityloop. Dan kist binnen op alle plakken Westhoos en Binnenkist. Vleten Jonne hebben we Lead International in het kader van het zingen hier. Sneunenmiddels door we lokale bands met ja, bonte combinaties met misschien wat oudere Friese artiesten uit de regio. En de jongens hebben een afsluitende act, de Kijkman Orchestra. En een officiële opening ja, met spektakel. Op het Zeiland is plak van 10.000 bezoekers. Voor de gemeente wordt een goede test om te zien of ze de drukte onkennen. Want takken hier komt er het glazen huis van 3FM te steen. En dan wordt het hier en daar topdrukte in Ljouwert.